Als wiskundige econometrist en dan ook nog academicus, hoe je nou in godsnaam die overstap maakte naar VNO en later NCW. Ja, dat is, dat is ook vrij wonderlijk. Ja. En ik, zal, ik kan er wel dit over zeggen. Vanaf het allereerste moment toen ik daar kwam, heb ik gedacht: ik moet kijken in de noodhuren van die benoemingscommissie. Ik wil echt weten. Ik ben gewoon ja, platte nieuwsgierigheid. Hoe komen ze op dit idee? Ja. Nou, die heb ik nooit te pakken kunnen krijgen, nog steeds niet, die liggen in een diepe kluis. Maar ik heb één klein vermoeden. Uh, in die commissie, dat weet ik natuurlijk wel. Is dat Henk Roodliep, en die was voorzitter van de Raad van Bestuur van Netloyd in Rotterdam. En daar had ik veel contact mee gehad tijdens die lobby om de universiteit te redden. Dus ik denk dat daar iets van is blijven hangen. Maar... Natuurlijk is er iets blijven hangen, maar goed. Jij wil niet zeggen over wie die andere kandidaat is, dus laat staan dat iedereen uit de deur klapt. De Oké, okay. maar toen kwam daar zo'n rare academicus, een wiskundige, een rationeel denkende, werd een heel beschaafd ook nog gewoon, bescheiden iemand, die werd aan de hoofd van VNO-NCW. Dat is toch eigenlijk, hoe past dat bij elkaar? Nou, dat was echt de vraag en uh, daar kwam een tweede episode overheen waarvan ook uh, ik alleen maar van kan zeggen dat ik enorm geluk heb gehad. En dat had te maken met uh, een, een startoffensief toen ik daar net in dienst was. Toen werd er op dat moment gedebatteerd over een hervorming van de gezondheidszorg. En de architect daarvan was Hans Simons, een voormalige Rotterdamse wethouder. Die werd staatssecretaris gezondheidszorg. En die kreeg die taak dat te doen. En dat deed hij ook heel goed, want de Tweede Kamer had dat voorstel geaccepteerd. En het was erg tegen, om allerlei redenen. Dus dat leek een verloren zaak. Ik kwam binnen en toen ontdekten ze ineens dat dat plan nivellerende gevolgen had. Sterk nivellerende gevolgen. Nou, dat is natuurlijk een rode lap op een stier... Niet alleen voor hen, maar toch ook wel vooral voor hen. Dus uh, ze dachten, weet je wat, we proberen het nog één keer. Dus ik ga bij een persconferentie, mijn eerste persconferentie, breed in de aanval. Diezelfde middag belt Hans Simons op, behoorlijk geriteerd. En die daagt mij uit voor een publiek debat over deze kwestie. Uh, nou ja, daar konden we moeilijk nee tegen zeggen. Dus ik had twee weken om de Nederlandse gezondheidszorg een beetje in mijn vingers te krijgen. Dat was best wel een karwei. Um, maar ja, um, ik dacht, ik ga mijn best toch maar doen. Uh, de avond voor het debat werd ik gebeld. Door het VNO. We hebben slecht nieuws. We hebben die berekeningen nog een keer gemaakt. We hebben ons vergist. Uh, het is helemaal niet nivellerend. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Ah, 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 en nog veel erger, Hans Simons weet dit. Dus ik dacht, nou, dit wordt een kortstondige carrière. Maar ja, we konden niet meer terug. Dus de volgende ochtend ging ik naar de nieuwe of literaire sociëteit De Witte in Den Haag. Daar zou het zijn. Ik had een, een, een eerste statement. Uh, maar toen kwam Hans Simons. Ik dacht, nou, nou zul je het hebben. En tot mijn stomme verbazing gebeurde er helemaal niks. Uh, hij zei wel wat, maar. Ik viel je niet aan? Nou ja, hij zei wel wat. En hij kwam natuurlijk met wat opmerkingen. Die waren nogal makkelijk te pareren. Kortom, er was iets gebeurd. Maar wat, ik had geen idee. Maar ik merkte al, al vrij gauw. dit kan nog misschien net wel goed aflopen. Dus ik. Praat er maar zo lang mogelijk. Na een uur zei de discussieleider Mark Chavan, zullen we nog wat langer praten? Ik zei, zeker niet. Want ik was wel blij nog in leven te zijn. Dus wij sloten het af. De pers kwam aanrennen. Ik dacht om mij te feliciteren. Geen zins. Die wenden zich allemaal naar Hans Simons. Want wat bleek, eh, op precies die dag was het een bericht uitgelekt dat er een paleisrevolutie gaande was tegen Wim Kok in de Partij van de Arbeid. En dat Hans Simons daar de aanvoerder van was. Nou, dat bericht was volkomen onjuist. Dat was echt een volkomen onzin. Maar Hans Siemans wist dat en raakte er zo van in de war en zenuwachtig... dat hij zijn hoofd er niet meer bij had kunnen houden. En dus deze kant niet lopen. En toen gebeurden er twee dingen. In de eerste plaats ging Ruud Lubbers zich ermee bemoeien... Uh, met de, de zin waar iedereen altijd heel nerveus van werd. Mag ik even meedenken? <laughs> die zin. Oh, ja, ja, ja. Dus uh, nou ja, toen zag Simon zijn politieke carrière al verkruimelen. Heel onterecht, maar het, dat was toch zo. En er was een senator, uh, in de eerste, lid van de Eerste Kamer. Uh, Ad Kaland, de keizer van Zeeland werd hij genoemd. En die zag hier ook een mooie kans. En die heeft zoveel. Zand opgeworpen, dat het voorstel alsnog strand is. Was het een goed voorstel eigenlijk, achteraf? Want jullie berekeningen die klopten niet. Het was denk ik een ru Een beetje een voorloper op wat ja. Hans aan het doen was. Ja, ik, dat is denk ik de korte samenvatting. Dus het was waarschijnlijk helemaal niet zo'n slecht idee. Als dit huidige idee een goed idee is. Maar uh, uiteindelijk was het netto resultaat dat dit niet meer te stuiten voorstel. in de belevenis van mijn. door VNO, NCW. door deze jonge onervaren voorzitter in de kiem was gesmoord. Nou ja, en ik kreeg er dus volkomen onverdiend enorm krediet voor. Ja, dus inderdaad weer een uh, geluk en weer een toeval. Ja. Uh, maar jij, wat, wat bracht jij nou eigenlijk naar die zakenwereld? En, en, en die zakenwereld die toch wel meer georiënteerd was op korte termijn en op belangenbehartiging uh, en dat soort dingen. Daar vind ik jou eigenlijk helemaal niet zo'n persoon voor. Nou, het was toch uh, evident belangrijk dat uh, die sector zich goed organiseerde en voor Nederland goed functioneerde. Um, en dat was in ieder geval een inzicht dat ik zelf ook wel had. Dat trouwens, dat zal iedereen vinden. Uh, en ik was natuurlijk toch vooral enorm vereerd... dat ze mij dat karwei toedurfde te vertrouwen. En het is precies zoals ik al eerder zei... als je zo'n kans krijgt, kun je allerlei redenen verzinnen... om het vooral niet te doen. Ja. Maar je kunt ook denken, zo'n kans krijg je echt maar één keer. Wat, heb je daar, wat zijn daar de lessen die je daarin meeneemt? Ik ben een enorme fan geworden van het poldermodel. En uh, niet alleen ik. Uh, ik ben gelukkig niet helemaal de enige. In Nederland misschien inmiddels wel... Maar in de hele wereld buiten Nederland vindt iedereen dat geweldig. Uh, alleen Nederlanders die zeuren uh, en mopperen erover en vinden dat het te lang duurt. En realiseren zich in ieder geval niet uh, dat er toch echt wel zegeningen zijn die je hier kunt tellen. En met name kun je die tellen als je kijkt wat dit model gewoon gepresteerd heeft de afgelopen 30 jaar. Want Nederland uh, staat heel hoog op allerlei lijstjes. In het bijzonder twee, en dat is wel het noteren waard. Het, het ene lijstje kent iedereen, dat is het concurrentiekrachtlijstje. Daar staan we altijd in de top 10, al vele jaren. En het andere lijstje is het sociale solidariteitslijstje, of de cohesie, of de inclusiviteit, of de samenhang, of wat dan ook. En eh, nu is het allerbijzonderste dat Nederland op beide lijstjes in de top 10 staat. En er zijn maar een paar landen die dat voor elkaar krijgen. Eh, onder andere de Scandinavische landen, maar dat is het wel zo'n beetje. Dus wij hebben een formule te pakken, die wat je er verder ook van vindt en of je dat nou wel of niet gezellig vindt, eh, die in ieder geval heel goed werkt. Dames en heren, iedereen. als je entertainment wil, ga maar naar Boom Chicago of ga maar naar de Schouwburg. Politiek moet gewoon rustig en stabiel en langzaam zijn. En dat moet niet gewoon allemaal met heel veel bombarie gepaard zijn. Dat is echt gewoon, dat heb ik ook altijd meegenomen van die, uh, die polderlandschap. gewoon geweldig. Oké, okay, dus daar dat is. Uh, zeg maar, heb je ook nog iets meegenomen van wat je van het bedrijfsleven vindt? En hoe je wat, 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 zeg maar, wat je wel moet vragen aan het bedrijfsleven, maar wat je ook niet aan het bedrijfsleven moet vragen? Nou, het bedrijfsleven bestaat natuurlijk niet. Maar wat wel bestaat, uh, heb ik ontdekt, is toch een beetje het verschil tussen de grote en de kleine bedrijven. Een uh, multinational is echt een, een ander fenomeen dan een kleine start-up al helemaal en ook dan een, een klein bedrijf, uh, meestal buiten de randstad, hè, waar sinds uh, vele generaties iets moois wordt gemaakt. Um, die laatste categorie, daar kun je niet genoeg lof en waardering voor hebben. Dat zijn fantastische mensen, ook enorm gemotiveerd en betrokken bij Nederland, ook heel erg bereid daar wat voor te doen. Uh, heel constructief meedenkend, uh, vaak wat uh, conservatief in hun financiering, maar waarom ook niet. Ze kunnen een stootje hebben uh, en daar zit ook, ook de harde kern van de werkgelegenheid. De grote multinationals, daar moeten we ook blij mee zijn, maar er zitten hele andere mensen die juist verder kijken dan Nederland, die ook een beetje ongeduldig worden van Nederland, maar die wel één ding hebben gedaan, en dat kunnen we ook niet genoeg waarderen, die niet hebben gekozen voor het aandeelhoudersmodel. Wat ze best hadden kunnen doen, want in de jaren negentig was daar een discussie over, en toen werd in die kring door sommigen gezegd, die globalisering. Die dwingt ons partij te kiezen. We kunnen het gezellig houden of we kunnen succesvol worden. Maar allebei kan niet. We um, hebben het over de Shell, de Unilef is echt de grote, de grote bedrijven die overal. En die hebben niet direct voor het belang van de alleen maar voor het belang van de aandeelhouder gekozen. Die, die hebben gezegd: uh, de wereld hè, is ons speeltoneel. Maar in dit land willen wij toch vasthouden aan de formule uh, die Nederlands is. En die zegt: een onderneming is een samenwerkingsverband van belanghebbenden. En de aandeelhouders is één zo'n belanghebbende. Maar dat zijn niet de enigen. De werknemers eh, zijn de managers, de klanten en nog veel mooier, de omgeving van het bedrijf, die zijn ook belang hebben. Die moeten we allemaal proberen goed te bedienen. Het Rijnlandse model, zeg maar. Het Rijnlandse model. En dat dat heeft overleefd, dat is ook zeer nadrukkelijk het gevolg van de bereidheid van grote ondernemingen om daarvoor te kiezen. En dat is niet altijd een makkelijke keuze, want we zien bijvoorbeeld aan Unilever nu, die onder druk ligt van zijn all-Saxische aandeelhouders omdat ze in hun duurzaamheidsenthousiasme in de beleving van die aandeelhouders zijn doorgeschoten. Dat die route geen eenvoudig is, maar hij is toch afgelegd. En ik hoop nog heel lang. Dat zijn ook gewoon echt mensen, die personen, die ook gewoon keuzes gemaakt hebben met elkaar. Dat is echt niet zo alleen maar een automatisch systeem.